Rust bij Jong Oranje. Jong Spanje duurt nog een minuutje of vijf. Rood-wit is onze glorie. Dat is normaal gesproken de leus van Sparta Rotterdam die in dit stadion speelt. Jong Oranje leidt met 1-0. En we hebben centraal achterin bij Jong Oranje. De man die afgelopen vrijdag 18 is geworden. Jeffrey Bruma. Maar die heeft natuurlijk ook nog een broer. En die voetbalt in de Eredivisie bij Willem II. Marciano, leuk dat je er bent. Hoe is dat om als trotse broers op de tribune te zitten? Ja, het is natuurlijk geweldig als je je kleine broer ziet spelen. Ja, ik zeg wel klein. Oh, klein? Ja, ik wou net zeggen, ik zeg klein. Maar hij is inmiddels de langste van ons gezin. Dus, maar ja, we zitten natuurlijk hier met een paar van ons gezin. En ja, we zijn allemaal apetrots op hem. Ja, maar wat geven ze hem daar? Die jongen, hij is 1,85, zo'n beul. Ik zag hem, jij bent 17, zei ik, maar ik blijf maar even aan de kant. Ja, klopt. Nou, hij is me in alle opzichten is hij me voorbij gestreven. Fysiek ja, en alles eigenlijk. En ik weet ook niet wat ze hem daar te eten geven, maar ik denk iets anders dan hier. Dus, je zit hier te kijken, je bent trots. Heb je dan ook nog zoiets van, goh, hij maakt wel heel snel stappen. Ik bedoel, heb je nog iets van jaloezie of heb je alleen maar bewondering? Hoe werkt dat? Ja, het gaat eigenlijk wel heel snel, ja. En dat is, ja. Nee, maar ik gun het hem gewoon. Het is mijn broertje en hij doet het hartstikke goed. Hij ontwikkelt zich goed. En ik ben, ja, zoals ik al zeg, was een apen trots op hem. En ja, nee, totaal geen jaloezie. Het is, ik moet eerlijk zeggen, het is ook echt een droom van mij geweest om het net als hem te doen. Maar ik gun het hem van harte. We hebben wat acties van hem op een rijtje gezet. Beschrijf jij eens even wat voor speler het is. Ja, het is zeg maar een centrale verdediger, rustig aan de bal, sterk in duels. Fysiek sterk, snel ook wel. En hij heeft een hele goede inspelpaas. En af en toe dribbelt hij ook, maar kan hij gevaarlijk het middenveld indribbelen. Ik denk dat dat zijn sterke punten zijn, zeg maar. Ja, je ziet ook dat hij traint natuurlijk met grote jongens aan de hand van Lampard en van Terry. Merk je aan hem zelf ook dat hij daar veel van opsteekt? Ja, ik denk dat het normaal is. Je staat maar tussen zulke grote jongens. Daar leer je gewoon elke dag heel veel van. En ja, zoals je ziet, hij is heel rustig aan de bal, sterk in de duels. Op die leeftijd had ik dat allemaal niet. Dus ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon, ja, hij leert heel veel van die jongens daar. Ja, want op die leeftijd was je dan wat wilder, wat meer bravoure? Of had je zoiets van, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen? Ja, ik ben nog steeds wilder als ik het zie. Hij is nog steeds veel rustig. Hij is nu heel rustig en ik ben dat niet in mijn spel. Dus ik ben veel druisteriger speler. En hij is veel rustiger en veel relaxter aan de bal. Ja, je hebt de trainer van je tegenstander van komende zondag naast je staan. Ja, klopt. Ik ben blij dat je broer niet meedoet hoor, zondag. Ja, nee. Ja. Wat vind jij van hem, Raymond, als je Jeffrey Bruma ziet? Is afgelopen vrijdag echt pas 18 geworden. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, dat past eigenlijk, zijn gedrag past niet bij zijn leeftijd. Het is een jongen die een hele rustige uitstraling heeft. Hij heeft ook zoiets van kom erop en heeft eigenlijk maling aan wat er om hem heen gebeurt. Want hij speelt zijn wedstrijdje, laat zich niet onder druk zetten. Maar dat komt vooral omdat hij eigenlijk de beslissing vooraf al heeft genomen. Weet wat er om zich heen gebeurt en kan daarom rustig aan de bal blijven. En ja, in Engeland word je wel gedwongen om te handelen. En daar krijg je echt de top van de top om je heen. Dus als je je daar druk om gaat maken, dan raak je altijd in paniek. En ik moet zeggen, hij staat soeverein te voetballen. Ja, maar Marciano, je hebt natuurlijk veel contact met hem. Ziet hij dit ook als een bijzondere uitnodiging? Ik bedoel, hij is toch op vroege leeftijd vertrokken. Sommige mensen zeggen van, moet je dat nou wel doen? Maar dan komt hij terug in Nederland en dan is het toch ook wel weer mooi om terug te zijn. Ja, het is zeker mooi om terug te zijn. Vooral voor hem, want hij mist de familie ook heel erg. We zijn een aardig hecht gezin. En als hij hier is, dan vindt hij het heel erg fijn als we met z'n allen komen kijken en zo. En dat gebeurt ook wel. Ja, mijn ouders die kunnen er niet bij zijn, want ze op die kleine van mij moeten letten. Dus, je bent net vader geworden? Ik ben net vader geworden, ja, klopt. 13 oktober heb ik een jongetje gehad, Dani Gabriel. Dus het is ook nog hier oom Jeffrey? Ja, klopt, oom Jeffrey. Ja. En hij is nu zeg maar weer in Nederland. En nu heeft hij ook voor de eerste keer zijn neefje gezien. En dat vond hij ook prachtig. Dus, Ja, dan kan ik me voorstellen, als hij is daar, dan misten jullie ook echt. Hoe vangen ze het daarop? Nou, mijn ouders die zitten daar samen met hem. En die zijn altijd een hele grote steun en kracht achter ons allemaal geweest. En die vangen hem zeg maar op. Die zijn er bij hem en die zorgen dat hij gewoon zijn hoofd erbij houdt. En gewoon alles richt op voetbal daar. Zo. Dat is heel belangrijk. Top, dankjewel dat je er was. Dankjewel Marciano. Succes. Ja, jullie veel plezier.